Vandaag in Gouden Tijden een bijzondere vondst in Woerden. Hier ziet hij de overgang van de wand van het schip naar de bodem. Veel sport en spel. We zijn op de Maarseveense plassen, waar veel wordt gezeild en gevist. En we gaan wielrennen in Westbroek. In Zeist zien we de Slotlaan, een winkelstraat met allure. Maar we beginnen met paardensport. Paardenvoetbal is een echte sport, hier te zien in Eemnes in 1959. In die tijd is het nog niet zo populair in Nederland, maar in Duitsland en Tsjechië wordt het al volop gespeeld. Bij een wedstrijd paardenvoetbal heeft elk team 3 of 4 spelers en een keeper. De bal moet minstens zo groot zijn dat hij tegen de borst van het paard komt. Anders kan hij er overheen stappen en zichzelf verwonden. De grootte van de bal hangt dus af van het soort paard. Bij een wedstrijd op ponies wordt er met een kleinere bal gespeeld dan hier in het filmpje te zien is. Het paardenvoetbal is onderdeel van een sportief dagje. Er is ook nog tijd voor een traditioneel springconcours. Dit is de Slotlaan in Zeist in de jaren 50. Het is de tijd dat de welvaart toeneemt. De middenstand springt daar gretig op in. In de Slotlaan zitten in die tijd veel winkels voor mensen met een goed gevulde beurs. Zoals Bonier, die verkoopt koffers, tassen en reisartikelen. Schuin er tegenover de Klop, al 90 jaar in handen van dezelfde familie. Nu met Scandinavische mode, maar in de jaren 50 is het een luxe woonwinkel. En wie wat meer te besteden heeft, wil er natuurlijk wel een beetje knap bijlopen. Nieuwe pakken worden gekocht in het modehuis Van Minne. En ook luxe artikelen als horloges en uurwerken vliegen over de toonbank. Radiowinkel Becker is gespecialiseerd in radio's en grammofoons. De radio beleeft in de jaren 50 nog zijn gloriedagen. Maar een nieuw fenomeen komt op, de televisie. Nu is de Slotlaan geasfalteerd en zijn er brede trottoirs. Halverwege de jaren 50 is dat wel anders. Tot 1949 rijdt er een tram door Zeist. Als die zijn laatste ritje gemaakt heeft, worden de rails weggehaald en de gaten gevuld met asfalt. Er is veel achterstallig onderhoud. Er wordt besloten de straat grondig te renoveren. De Slotlaan krijgt een nieuw wegdek, fietspaden en trottoirs. En wordt dan een winkelstraat van allure.
In de jaren 70 worden er in het centrum van Woerden vanwege allerlei nieuwbouwprojecten opgravingen gedaan. We zijn sinds 1975 hier in Woerden bezig met een groot, ja, je kan bijna zeggen stadskernonderzoek, maar dat richt zich dan niet op de middeleeuwse stad, maar speciaal op de Romeinse sporen. De sporen die ze vinden bevestigt het vermoeden dat er dichtbij een Romeins legerfort, een castellum, moet zijn geweest. Archeologiestudent Ab Waasdorp werkt mee aan deze opgravingen. Dit is de krant van 4 juli 1977 van het Utrechts Nieuwsblad. Als jongste bediende sta ik daar het tekenbord boven mijn hoofd te houden. Want wij tekenden toen allemaal op papier. Dus zodra het ging regenen, ging je papier naar de verdommenis natuurlijk. Dus ik sta een droog te houden daar. In 1978 wordt er vlakbij, op de plek waar het Sint-Jozef-pensionaat is gesloopt, een hele bijzondere vondst gedaan. Een dichtgeslipte oude rivierbedding met oeverversterkingen uit de Romeinse tijd. Ik weet dat we de eerste dagen, weken een hele grote houten palissade tegenkwamen, oeverversterkingen. Dat was wel heel indrukwekkend om te zien, want dat hout was allemaal gewoon bewaard gebleven. Maar dat is nog niet alles. Hoe langer ze graven, hoe meer duidelijk wordt wat er gebruikt is om de oevers te versterken. Toen kwam er een hele lange plank uit. En die plank, die bleken allemaal klinknagels op te zitten. En sterker nog, naarmate we grond verder weghaalden, bleek er tegen die plank aan nog een plank te zitten. En nog een plank te zitten. En het werd steeds langer en steeds langer. En vanwege die klinknagels was het eigenlijk al vooral snel duidelijk dat het om een schip moest gaan. Of in ieder geval delen van een schip. En later bleek het een compleet schip te zijn. Uit de Romeinse tijd. Buitengewoon fascinerend om op te graven als jong studentje. In Ab Waasdorp. Ja? Ja. Ik ben student, moet ik erbij zeggen. Ja? Student in Amsterdam. Het Instituut voor Pre- en Protohistorie. En dat zit natuurlijk wel bijzonder interessant werk, neem ik aan. Ja, zeker wel. Want ja. U heeft wat gevonden. Wat is het precies? Wat u hier ziet is een, naar alle waarschijnlijkheid een Romeins schip. Ja? En dat is te zien aan een hele rij van ijzeren klinknagels. Verder, en dat is een constructiedetail, ziet u hier... Even wachten, want we zijn helemaal vast. Ja, hier ziet u de overgang van de wand van het schip naar de bodem. En dat is ook een speciaal detail van het schip. Vandaar dat we ook konden zien dat het een schip is geweest. Het schip blijkt een bevoorradingsschip van het Romeinse castellum te zijn uit de 2e eeuw na Christus. Het is zo'n 3 meter breed en 25 meter lang. Je ziet hier heel duidelijk de ronding van wat waarschijnlijk de voorsteven is geweest. Of misschien de achtersteven, dat is niet duidelijk. En ook dat is weer een deel, iets waaraan je kunt zien dat het een schip is geweest. En ik weet nog dat we de mastbank vonden, dus de plek waar de mast werd verankerd. En daaronder bleek een soort kamertje te zitten, een roefje, waar binnen nog een haardplaats was. En die was allemaal was dat bewaard gebleven. Het was alsof je ergens weer binnenkwam eigenlijk. Dat is echt fantastisch om te zien. Maar normaal is het gewoon een mooie rechte handgesmeerde spijker. Vierkant model van de onderkant. Al voor zo'n oude spijker ziet u dat er goed uit, hè? Want we hebben het eigenlijk nog zo. Dat is inderdaad, dat ziet er nog goed uit. Maar dat komt gewoon, hij wordt hier goed geconserveerd vanwege de diepte waar hij op lag. In de kleilaag met veel water. Het spreekt altijd zo ontzettend tot de verbeelding. Zoiets dat zo goed bewaard lijkt te zijn gebleven. Want zodra je het aan het daglicht blootstelt, zo'n schip, moet je meteen eigenlijk al gaan conserveren. Want het hout is niet meer helemaal hout natuurlijk, maar toch. Als het daaruit komt, dan zie je dat er echt massief en groot uit. En dat maakt het spectaculair. Inmiddels zijn bij het pensionaat de opgravingen zo ver gevorderd dat een groot deel van het schip is blootgelegd. Ik ben met de kettingzaag bezig stukken uit het Romeinse schip te zagen ter bemonstering. Want dan konden we kijken naar het hout. En kon je ook misschien kijken als het voldoende jaringen waren wanneer dat schip ongeveer gebouwd was. Allemaal belangrijke zaken. Maar ik weet nog dat het alleen al het feit dat je het schip doormidden ging zagen, dat hier en daar op verzet stuitte van scheepsarcheologen vooral, die het een soort heiligschennis vonden dat schip zo werd aangetast. Maar ja, we konden ook niet anders, want het schip lag gedeeltelijk onder het plein waar verder niks zou gebeuren. Dus we konden het toch nooit helemaal uithalen. Dus als we het hadden laten zitten, ja, dan was het door het feit dat er zuurstof bij was gekomen, daarna toch in de grond langzamerhand wel
verdwenen, kapot gegaan. Het hout waaruit het schip bestaat blijkt dermate broos te zijn dat van een berging van het totale ontgraven deel geen sprake kan zijn. Vermoedelijk zal alleen het middenschip compleet met mastbank hiervoor in aanmerking komen. Het grootste deel van de Woerden 1, zoals het in 1978 opgegraven schip wordt genoemd, ligt nog steeds in de bodem onder het plein. De opgegraven mastbank ligt in het Stadsmuseum Woerden. Na de jaren 70 zijn er nog verschillende andere Romeinse schepen gevonden in Woerden, zoals hier in 2003. De herinnering aan de Romeinse aanwezigheid is in de stad vooral te zien in de bestrating, die de omtrek van het castellum laat zien. En de parkeergarage lijkt wel een drive-in museum over Romeins Woerden. Ik vond het ook altijd fascinerend wel om te zien dat als mensen iets in de grond achterlaten of een kuilgraaf of wat dan ook, dat je dat gewoon een paar duizend jaar later gewoon nog steeds kan herkennen. Dat het zijn sporen in de grond achterlaat. De familie Blokker uit Utrecht gaat in 1969 regelmatig een dagje watersporten. We zien ze eerst op de Vinkeveense Plassen, bij het Luchtmacht Watersportcentrum. Het personeel van de luchtmacht kan daar in die jaren met korting een boot huren. De familie gaat ook de Wilgenplas op. Dit is een van de Maarseveense plassen. Een deel van deze plassen is ontstaan door de winning van turf. Dat werd gebruikt om huizen warm te stoken. In de jaren 60 van de vorige eeuw zijn een aantal andere plassen gegraven, omdat er zand nodig was voor de aanleg van de dichtbijgelegen Utrechtse wijk Overvecht. We zijn in Westbroek, halverwege de jaren 70, bij een wielerwedstrijd door het dorp. Voorop de wielrenners met echte racefietsen. En daarachter fanatiekelingen op hun gewone stadsfiets. Volgende week veel feestgangers in Wilnis begin jaren 70 op Koninginnedag. En tijdens de Abcouder Feestweek eind jaren 70. Dit en meer in Gouden Tijden.